Hallo? Ja, ik ben hier al, ja. Ik zit hier en ik wacht. Vandaag beginnen we de tweede voorstellingsreeks. Zoals ik zei, we zijn ons nu aan het omkleden. Het is momenteel nog 5:55, dus we hebben nog meer dan een half uur voordat het op zich gaat beginnen. Dus nu even de stress, de spanning, tekst nakijken, whisky drinken. Niks tekst nakijken, dat is gedaan. En ja, we gaan ons uiterste best doen om het te laten knallen. Er is heel veel volk vandaag, morgen ook trouwens. Hoeveel mijn tegenspelers rekening met mij houden. Er hangen allemaal spiegels en die zijn allemaal te laag voor mij. En er is speciaal hier een spiegel opgehangen voor mij, waarin ik mijn das kan knopen. Dat is toch vriendelijk, hè? Wel een klein technisch defectje. Anne, draait je poep even meer richting het licht? Ja, voilà. Anne is een beetje door haar rok gegaan. Maar dat ligt niet aan Anne, dat ligt vooral aan de rok. Luttelen, minuten en seconden voordat we gaan beginnen. Iedereen is heel zenuwachtig, maar dat is goed. Heel zenuwachtig. Dat is zeer goed. Ik word er zenuwachtig van. Ah, voilà, kijk. Ik ga even met mijn flash spelen. Ja, oké, ik ga niet meer filmen vanaf nu. Maar het is goed dat we zenuwachtig zijn, want we moeten zenuwachtig zijn, de stress zit erin. En we gaan knallen. Fatje, heb jij nog een laatste woord voordat we gaan opgaan beginnen? Zij gaan knallen. Jij ook. Ik ook. Oei. Voilà, daar komt Tom, dus nu is het prijs. Nu is het. Ach, man, jongens. Ja. Mannetjes. Twee keer. Ook niet meer bezig zijn met wat we nare dingen gaan doen. Dus dat maakt al niet uit. Nu alleen dit. Oké? Okay? Ja. En dan zou ik zeggen, godverdomme fucking gun! En Tom, hoe was het eerste bedrijf? Goed? Ja, ja. Ja. Absoluut. Zeer goed, zeer goed. Ook content, Patje? Nu wel. Kijk maar hoe Cindy ons weer verwarmd heeft, hè? Ik wil even toch dank u zeggen tegen Cindy, want Cindy is een heel toffe. En waarom is die tof? Niet alleen als mens, maar ook omdat ze eten maakt hier. En elke keer bij elke voorstelling hebben wij gigantisch veel eten liggen. Dus Cindy, dikke merci. Wat vinden we mannen tof? Leuk! Yeah! Hey, Cindy! Lekker! Vandaag, je ziet het, we zijn al 20 minuten voorbij, 21 ondertussen. Dus we gaan direct terug beginnen, zoals Tom juist zei. Het eerste bedrijf is goed gegaan, we zitten er goed in. Nu dat volhouden en ook het tweede bedrijf gewoon knallen. Echt waar! Alles goed gegaan vandaag, voorstelling! Hey! Ja. Zeg genoeg, geen woorden en nu gaan we vieren. Hier sta ik weer, ben me weer aan het klaarmaken om te vertrekken naar As, omdat we gaan spelen. Maar vandaag is het een heel dubbel gevoel, omdat ja, het is de laatste voorstelling. Het is zaterdagavond. Ik ga er naartoe met heel veel zin om te spelen. Ik heb heel veel zin. Het gaat heel leuk worden, we gaan alles op alles zetten, maar het is de laatste keer dat we dat gaan spelen. En dat is natuurlijk niet leuk, omdat je dat weet. Maar los daarvan ga ik het mijn humeur niet laten verpesten. We gaan er des te harder voor gaan. Dus ik ga nu stoppen, vertrekken. Eerst gaan we gezellig iets eten allemaal bij Juan in As. En daarna gaan we knallen. We zijn er, lekker gegeten, heel gezellig. Maar nu wordt het natuurlijk weer terug serieus. Hè. De zaal zijn nog de laatste hand aan het leggen aan de kleine afwerkingsjes, de frigo bijvullen, de hapjes klaarzetten. En ik ga nu rap naar de kleedkamer. Ik ga me omkleden, dan is dat ook al gebeurd. En ga ik proberen even mijn momentje te pakken voordat we beginnen met spelen. Even concentreren en vooral genieten. Zeker op de laatste voorstelling. Alles geven en genieten met volle teugen, want het is de laatste keer. Ja. Mannetjes, ja. Laatste keer. Nee. Ja, maar ja. Nou wel. Alles wat maar zwijg nu toch eens af en toe. Zo, alles wat je nu zegt, zeg je voor de laatste keer. Dus. Extra genieten. Ja. Allee, waarschijnlijk niet voor de laatste keer, want er komt een schoolvoorstelling. Maar daar gaan we vanavond niet aan denken. Nee. Ja. We gaan eens goed luisteren naar elkaar. Ik moet eerlijk zeggen, het was zeer aangenaam om met jullie samen te werken. Echt waar, ik ben altijd. Ook het feit dat ik niet alleen zat in de auto, dat is ook heel veel uiteraard. Maar ik ben altijd met enorm veel plezier gekomen. Ik ben eigenlijk altijd goed gezind naar huis gegaan. Ja. Dus graag nog één keer alsjeblieft.
ja. Absoluut. Absoluut. Allemaal dankzij die godverdomme motherfucker Grun! Alex, alle voorstellingen zitten erop. Het is heel goed geweest, denk ik. Maar ik ga dan Tom vragen. Was het goed geweest, Tom, regisseur? Super. Super, ja, wel. Ja. We gaan het gewoon het afsluiten. Grun! Voilà, ik ben hier mijn laatste spulletjes aan het inpakken. Mijn kleren terug bij elkaar aan het zoeken. Mijn rugzak terug aan het vullen. Dat is echt wel een teken dat het officieel gedaan is. We hebben ons enorm goed geamuseerd. Ik zei het juist nog, ik heb mij een lange tijd niet meer zo geamuseerd. Dat is echt leuk. Dus ik sluit ook met een heel, heel, heel goed gevoel af. Mannetjes, als je dat allemaal ziet hier, merci voor alles. Ik vond het super fijn om met u samen te spelen. En ik kijk al uit naar de volgende keer. Ik ga nu verder de rest inpakken naar huis. Goed slapen, goed uitrusten. Op dinsdag vertrek ik naar New York met Sasha. Ook heel cool, maar ik moet wel even in de stemming komen. Dit even afsluiten en morgen beginnen met de voorbereiding. Ça va, goed. Iedereen die het gezien heeft, merci om te komen. En u weet, tot de volgende keer. Bye bye.